Ja, Nederland heeft een nieuw Davis Cup team, Jan Siemerink, althans hervormd. Dat heb je zojuist bekendgemaakt. De namen zijn Haase, De Bakker, Houta Kalung en Royer, een debutant. Leg eens uit, waarom heb je gekozen voor een nieuwe naam? Waarom heb ik gekozen voor een nieuwe naam? Nou, één, omdat ik denk dat hij een versterking is voor ons team. Ik heb natuurlijk vorig jaar al een aantal gesprekken met hem gehad, op de voet gevolgd als speler van Curaçao, want daar is hij geboren. En hij wilde graag voor het Nederlands Davis Cup team uitkomen. Nou, door de prestaties die hij vorig jaar geleverd heeft, heb ik gezien dat hij het in het dubbelspel uitstekend doet. Elke week op het hoogste niveau speelt. En dat wij op een punt staan dat ik denk dat we wel wat vers bloed kunnen gebruiken in het team. En vandaar dat hij in het team zit. Wat is precies zijn toegevoegde waarde als speler? Nou, hij is 30, hij is ervaren. Nogmaals, hij speelt elke week op het hoogste niveau in het dubbelspel. Hij is heel gedreven, enthousiast, vriendelijk. Dus als persoon ook? Ja, ook als persoon. Ik denk dat hij ook in staat is om de kar te trekken als het nodig is in een dubbelwedstrijd. Dat zijn allemaal dingen die ik nu in mijn hoofd heb. Uiteindelijk gaan we dat natuurlijk in het weekend pas zien. Want dat is het enige nadeel met Royer. Hij heeft er nauwelijks met Nederlanders gespeeld natuurlijk. En vandaar dat ik ook volgende week naar Zagreb ga. Want daar gaat hij spelen met Robin Haase. Robin gaat daar single spelen en dubbel met Royer. Dus dan kan ik dat van nabij gelijk aanschouwen. En eventueel als voorbereiding toe voor de week daarna kunnen zien of dat inderdaad zo is wat ik nu in mijn hoofd heb. Afgevallen zijn Schorel en Sijsling ten opzichte van het vorige team dat je had geselecteerd. Schorel kwam met een blessure, dus dat was lastig sowieso. Sijsling is afgevallen, waarom? Omdat Royer erbij gekomen is. En nogmaals, door de prestaties van Royer heb ik gedacht van we hebben een dubbelspeler nodig in het team. En zijn enthousiasme en zijn energie kunnen we goed gebruiken. Dat zou dan ten koste gaan van een van de spelers. En dan maak je een afweging van oké, met welke spelers denk je dan in het team uiteindelijk het beste uit de voeten te kunnen gaan. En ook, je kijkt naar de vorm van de dag, je kijkt naar hoe het gaat. Nou, de drie andere spelers, Jesse, Timo en Igor, ontlopen elkaar niet zo gek veel eigenlijk. En brengen hetzelfde niveau in de laatste periodes eigenlijk. En dan moet je toch ergens een beslissing maken die niet makkelijk is geweest. Daar ben ik eerlijk in. Maar die is uiteindelijk in het voordeel gekomen van Jesse en Timo. Ja, daar kan je heel lang over gaan praten. Ik denk niet dat het de bedoeling is dat we dat nu gaan doen. Maar je neemt een aantal dingen gewoon mee in je afweging, weet je. En dat is niet alleen de ranking.